een nieuwe aflevering en dat betekent ook nieuwe gasten aan tafel. In deze editie gaan we uitgebreid praten over de voetbalvereniging HMSH. Aan tafel schuiven aan de hoofdtrainer van De Zondag, Winston Ferber, en de voorzitter, Bülent Yüngül. Haarlander voetbal aan tafel, dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Het wapen van Zoetermeer. Voor elke gelegenheid een unieke locatie. Kijk voor meer informatie op hetwapenvanzoetermeer.nl. Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vlodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vlodorp elektrotechnisch bedrijf. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Oude Haagweg 20, Den Haag. Restaurant en partycentrum Puur aan de Vliet. Reserveer en geniet. Puuraandevliet.nl met dubbel R. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Rijschool Academy 23, Beauty Center Semina, MNR Supermarkt, Silif K, Yilmaz Radijs en Atlas Thuiszorg. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal aan tafel. In deze editie gaan we uitgebreid praten over de voetbalvereniging HMSH. Speelt met De Zondag in de tweede klas. De trainer van De Zondag is aan tafel aangeschoven, Winston Ferber. Maar ook de voorzitter, Bülent Yüngül. Heren, hartelijk welkom. Winston, met jou is te beginnen. Als ik kijk naar de resultaten van HMSH tot nu toe dit seizoen. Vallen die jou dan tegen of zeg je nou... Ik had daar met alle ellende met corona zo wel een beetje rekening mee gehouden. Ja, het is een beetje, het heeft twee kanten, denk ik. We hebben wel zeker goed gespeeld. En we zijn een beetje ongelukkig geweest in de resultaten. We zitten nu een beetje in de onderste regionen. Maar ja, zoals we wel een beetje spelen en zoals het team zich aan het vormen is... Denk ik wel, heb ik wel vertrouwen in dat we gaan groeien. Ja, de opkomst op de training, daar ben je wel tevreden over? Ja, ben ik best wel tevreden over, ja. Dat is ook belangrijk, want dat is de basis dadelijk om succes te gaan halen. Ja, zeker. Klopt. Ja. Bülent, ja, moeilijke tijden voor een club geweest, hè? Niet alleen, maar ook ja, de voorgaande seizoenen. Afgebroken door corona en al die zaken meer. Jullie hebben het heel goed gedaan als bestuur. Ik zag op jullie website en... verslag van, of twee verslagen van de kascommissie. Daar zitten niet de makkelijkste mensen in, maar die waren zeer lovend over het bestuur. Klopt, ja. Inderdaad, wegens corona, net zoals de vereniging, hebben we ook een moeilijke tijd gehad. We zijn wel dankbaar, onze eigen sponsoren, die zijn wel afspraken nagekomen. En ook die moeilijke periode ons hebben gesteund, ja. Achter ons in de club gestaan. Dus
Ja, het gaat goed met de club, gelukkig. Ja, zeker weten. Ja, want ja, je mist dan als club ook je inkomsten, alles. En dat is natuurlijk ook giga belangrijk natuurlijk. Hè? Ja, ja, wat we net aangeven, door onze sponsoren en onze leden ook, hebben ze allemaal net als contributie hebben ze betaald. En, nou, dat is heel belangrijk. Ja. Zeker weten, ja. Ja, nou goed, dus, even jullie leden. Ik bedoel, ik heb het niet alleen over de voetballers, maar ook van lagere elftallen, maar ook, laten we zeggen, aanhang ervan. Die hebben toch altijd zoiets van, we willen graag naar de kantine, elkaar ontmoeten. Dat de voetbalclub is ook bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats. Nou, dat kon helemaal niet. Een stuk in de kantine, ja inderdaad. Ja, wat is niet anders helaas. Dus we hebben tijdens zelf al in de kantine moet dus alleen voetbal worden. En dan na de wedstrijd of na training naar huis gaan. Ja. Tuurlijk, hier ballen van. Maar het was niet anders. Nee, en als je dan zo'n verslag krijgt van zo'n kascommissie, ja. Ja, dan krijg je wel een schouderklopje als bestuur. En dat is dan wel lekker, denk ik. Klopt, dat is wel in positief zin. Ja, wat ik nogmaals aangeef, is onze sponsor. Hebben ze echt ze hebben best gedaan. Ja. De afspraken nagekomen. Dus het gaat goed. Dan is het wel te doen natuurlijk. Ja. Hè? Maar ja, ja. Goed, zo'n schouderklopje heb je natuurlijk wel nodig in een moeilijke periode. Kijk, ja. Een hoop mensen hebben altijd kritiek op het bestuur. Het bestuur doet niet altijd alles goed. Maar dan is het wel prettig als je dan van mensen die dan wat dieper kijken in de club, met name in de kas, ja. Dat die tevreden zijn. Klopt, klopt. Zeker. Dus. Goed, Winston. Als ik kijk naar de thuisduels die Hamza gespeeld heeft, dan vind ik het allemaal nog niet zo slecht. Alleen ja, tegen twee topploegen ging het wat minder. Wipolder verloren jullie met 1-4 en van HVV werd het 1-7. Ja. Waren het nou echt de twee topploegen in die afdeling of hadden jullie ook een wat mindere dag? Ik moet zeggen, tegen HVV speelden we best wel redelijk. Door omstandigheden kregen we, denk ik, kwam met een man minder te spelen, wat ik onterecht vond. En dan als je tegen HVV, tegen een koploper dan speelt, ja, dan heb je het gewoon heel moeilijk. En gebeurde dat in de eerste helft of later? Dat gebeurde een beetje in de eerste helft. Ja, dat ging was een lange tijd. Het ging over de bal die nog in was. Die jongen kon hem nog net, een beetje wegschieten. Meer niet, want hij rolde al uit, maar hij was nog in het veld. En hij kreeg daardoor zijn tweede gele kaart. Ja. Wat ik eigenlijk een beetje onterecht vond. En dan kom je echt wel in de problemen tegen. Ja, want hoe stond het toen? Dat was de beginfase van de wedstrijd. Okay, een beetje. Ja. Was een beginfase. Nou, en Wipolder is natuurlijk ook een ploeg die meedoet bovenin. Wipolder is een ploeg die meedoet bovenin. En daar hebben we het niet gigantisch moeilijk gehad. We hebben wel kansen gekregen. Vooral de eerste helft waren we zeker, denk ik, de betere. Tweede helft zijn ze gewoon wat effectiever met de kansen omgegaan, waardoor wij verloren hebben. Ja. Ja. Zeg je er wel van, nou dat zijn wel twee ploegen die misschien gaan strijden om de titel, of zit er nog een derde bij? Nou, ik denk dat er nog meer ploegen zijn die die kans maken. Ik vond Anti-Barbari ook wel een aardige ploeg. Ja. Maar we zijn eigenlijk nog door geen ene ploeg zijn we weggespeeld, buiten HVV om. Dus ik heb wel echt vertrouwen in dat we iets goeds gaan neerzetten. Ja, je hebt natuurlijk zelf heel lang op hoog niveau gespeeld, betaald voetbal gespeeld. Heb je dan niet af en toe, als je in die duk-out ziet, dat ze dingen zien doen, dat je wel eens denkt van, hoe is het in vredesnaam mogelijk? Dat een actie of iets dergelijks, van, ja. Ja, dat is niet slim. Tuurlijk heb je dat altijd. Ik denk dat iedereen dat heeft. Ja. Alleen ik moet me wel kunnen verplaatsen in de spelers, in het niveau. En dat doe ik gewoon. En ik merk gewoon dat als iemand al heel graag wil, dan ben ik al, dan is het al heel, heel goed. Klopt. Mentaliteit is daarop staat bovenaan. Ja, zeker weten. Nou is dat al heel lang geleden. Weten de spelers nog wel van jouw achtergrond als voetballer, als betaald speler? Ik denk het wel. Ik kreeg de laatste verleden week kreeg ik een foto van een speler van mij. Die was in het ADO stadion. En daar hangt een foto van mij. Ja, ja. En die kreeg ik naar mij toe gestuurd. Ja, ja. Dus ik
denk het wel. Dat is altijd wel lekker als trainer zijn, toch? Want je hebt nu eens een keer bagage meegekregen. Ja, goed, en als je dat tegen een speler zegt, dan weet die speler ook van ja, maar wacht even, onze trainer heeft natuurlijk ook wel een beetje op niveau gespeeld, dus die weet wel waar hij het over heeft. Ja, dat is dat zeker. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de prestaties op het veld. Maar het telt altijd, denk ik. Ja. Het telt altijd, want je kan natuurlijk wel een voetbalsituatie kan je uitleggen. Dus je hebt wel altijd een streepje voor. Ja. Als je zelf hebt gevoetbald. Zeker. Of niet per se op heel hoog niveau. Nee, maar ze nemen het wel van je aan dan. Wat makkelijker misschien. Dat denk ik wel. Ja, en op die training, hoe is dat? Zijn de spelers nog wel, laten we zeggen, leergierig? Willen ze wel graag wat leren? Zeker. Ja, ja. Zeker. Ik denk dat deze groep nog heel veel moet leren. Ik merk dat ze ermee bezig zijn. Ja. Ik had het net met Bulent, de voorzitter, erover. Dat ze echt wel merken van, we moeten een stapje erbij doen. Ja. En ja, dus hoe is de gemiddelde leeftijd een beetje van de ploeg? Is de ploeg waar je zegt van, ik heb een mix van oud en jong? Of zeg je van, nou, het is vrij jong, ze moeten nog een hoop ervaring op doen? Ik denk dat er zit een stuk of twee oudere jongens bij. Ja. En de rest is is wat jonger, dus die daar zit gewoon heel veel rek in nog. Ja. En het zou ook echt heel mooi zijn, ook voor de club natuurlijk en ook voor mij en die spelers natuurlijk, om in de tweede klasse te blijven. Zeker, ja. Want dan hebben ze weer die ervaring hebben ze meegemaakt. Ja. Ze hebben dat meegemaakt om te moeten vechten om voor iets. Ja, maar goed, dan daarover hebben, want volgend jaar is natuurlijk het zaterdagvoetbal, Bulent. Voetbalgedeelte, praat ik natuurlijk over met Vincent. Als je even kijkt naar de club zelf, de accommodatie. Mm-hmm. Ja, Hamza, al van oudsher altijd spelen daar aan de Vrede-Ruslaan. Maar de accommodatie ligt er nog spik en span bij. Zit er netjes bij. En sinds nog niet zo lang, geloof ik, ook LED-verlichting. Klopt. Ja, we hebben de LED-lichten nu gekregen, inderdaad. Ja, qua accommodatie natuurlijk. Die wil eigenlijk nog iets beter daar neerzetten wat we nu hebben. Die, ja. Wat mis je nog dan? Hè? Wat mis je nog dan? Ja, we missen eigenlijk wat ik net aangeef. Een tribune. Zo mooi wezen, tribune. Ja, ja, ja. Maar kleedkamers, meer kleedkamers eigenlijk, ja, ja. Zo mooi wezen, weet je. We zijn dan echt aan het groeien. Vooral met de jeugd eigenlijk, het grote hart. Dus ja, het zou mooi wezen dat je daar meer kleedkamers hebben. Ja. Maar je hebt hier ook een prachtige kunstgrasmat liggen. Klopt. Praat ik over van jaren her. Toen had Hamerzaad ooit de eerste kunstgrasmat liggen. Veld 3, klopt. Maar dat was toen op een gegeven moment geen geweldig veld meer. Dat was ook een zandveld of iets dergelijks. Dat was niet geweldig natuurlijk. Maar goed, qua accommodatie, wat dat betreft. Het enige nadeel is denk ik misschien een beetje, als je een beetje veel publiek krijgt, parkeren is natuurlijk vaak een drama. Dat is ook een probleem bij ons. Je inderdaad. Moet niet te laat komen. Nee, als je laat komt, dan moet je. Ja, ja, we zitten gewoon in de wijk. Je kan wel je auto in de wijk kwijt. Maar qua parkeerplaats hebben we wel een probleem. Hoe is contact met de gemeente Den Haag? Ja, in principe. We hadden wel een tijdje geleden een mail gestuurd. We willen eigenlijk een keer met hun over de toekomst praten. Even uitnodigen, de wethouder, dat hij even langskomt, ja. Precies, ja, omdat nu zijn we bezig met verkiezingen en zijn hartstikke druk. Druk, ja. Ja. Dus we verwachten dat we na verkiezingen even, kerst met de gemeente even zitten en praten over onze toekomst eigenlijk. Ja, nou zeker, dat is ook belangrijk. En ja, ik zeg, LED-verlichting is natuurlijk ook financieel natuurlijk heel aantrekkelijk. Want absoluut. Is zeker in deze tijd, hè, energiekosten, ja. Dat maakt het wat aantrekkelijk. Want ik heb ook begrepen dat dan kun je ook wat meer doen, ook richting veld of wedstrijd of veldverlichting, geloof klopt, ik. Klopt, je kan gewoon ja, instellen. Je hebt een wedstrijd teamlicht, zeg maar. Ja, ja. En je hebt ook trainers. Ja, het is wel heel ideaal. Er staat altijd een half veld heb je nodig. Je kan zelf één helft uitzetten, alleen één helft gebruiken. Ja, ja. Dat is wel ideaal, ledlichten. Ja, dat is goed. En het aangeven ook. Om de kosten ook een beetje te kunnen controleren. Kijk, Winston, naar de teams bij jullie, dan is Meeuwenplaat gewoon één concurrent. Dat is helder. Ja. Jullie verloren uit Nipt met 3-2. Ja. Maar dan is het gewoon lekker dat je die tweede helft die gasten nog thuis krijgt. Ja. Want dat is natuurlijk wel een concurrent, denk ik. Dat is een concurrent. Maar ik denk ook dat de twee en de drie die boven ons zitten, die zijn ook concurrenten van ons. En ik hou er eigenlijk nooit van om naar beneden te kijken.
Als je gaat kijken naar Milplaat, denk ik dat wij een betere en stabielere ploeg hebben. Ja. Dus ik wil eigenlijk, natuurlijk die wedstrijd moet je winnen. Ja. Zo wil ik het niet gaan benaderen, want ik kijk naar de plaatsen boven. Daar moeten we ook punten tegen pakken. Dus ook, net zo goed als tegen Milplaat. Het is ook zo'n competitie nu ook. Er komen ook belangrijke wedstrijden. Als je natuurlijk even een flow krijgt met een paar wedstrijden, dan maak je natuurlijk wel duidelijke stappen. Hè? Ja. Het zit bij ons net. Ja. Daar hebben we het net ook over. Hè? Ja. We hebben één overwinning. Ja, we hebben die ene overwinning nodig. Ja. Als je kijkt dat hoe we tegen Wilhelmen spelen, dan staan we 2-0 voor. En dan verlies je hem eigenlijk nog in de laatste minuut. Is eigenlijk ongelooflijk. Ja, het zijn dure punten. Maar weet je, als je de wedstrijd ervoor die overwinning hebt gepakt, dan denk je, is het psychologisch net even iets makkelijker om zo'n wedstrijd uit te spelen. Of een wedstrijd te winnen. Ja, zeker. Dus wij willen heel graag die overwinning. Maar ja, dat was ook de laatste wedstrijd die we speelden vorige week tegen Laakkwartier. Was natuurlijk hetzelfde. Heel lang nog in die eindfase, pakt de tegenstander de winst. Dat is natuurlijk heel zuur, ga je natuurlijk het veld af dan. Ja. Ja, zeker. Ook tegen Laakkwartier is een wedstrijd, in principe is dat een blinde bal die naar voren wordt geschoten en de spits gaat erachteraan. Dat is heel zuur. Ja. En dan krijg je nog uiteindelijk een penalty tegen wat discutabel is. Dan is het gelijk over. Dan is het gelijk over. Ja. Maar die wedstrijd had je ook niet hoeven te verliezen. Nee. Maar wat ik al net zeg, win je een wedstrijd, dan verlies je dit soort wedstrijden niet. Nee, dat klopt. Dan zit je even in de flow. Dan zit je in een andere flow. Dat is wel een lekkere wedstrijd voor de kantine natuurlijk. Hè? Zo'n derby tegen Laakkwartier. Lekker weer. Ja, dat mis je wel. Hè? De laatste tijd die Haagse derby is. Ja. Was lekker weer inderdaad. En was druk. En de kantine was wel lekker vol. Net zoals ze vroeger eigenlijk hoe het hoort. Heel belangrijk voor de club. Zeker weten. Absoluut. Vooral na die coronatijd. Dan kan me dat voorstellen. Nou, nu nog al ook een team spelen op de zaterdag. Komend seizoen maakt Hamersa, zoals zoveel clubs, de horizontale overstap naar de zaterdag. Dus volgend jaar nog maar één standaard elftal. Ja, we gaan zaterdag met zondag gaan we toevoegen aan elkaar. Ja. En dan daar maken we gewoon selectie. We zitten ook te denken ook onder 23 een opbouwen. Dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Vooral om een beetje wat achter te hebben ook dan. Ja, tuurlijk. Weet je, als je onder 23 hebt, dat je dan ook de jongens doorbreekt naar de eerste elftal. Dus alleen de moeite. Maar goed, het is ook wel lekker als je natuurlijk kan concentreren dadelijk op één selectie. Ja, want er zijn natuurlijk nog maar weinig clubs die inderdaad twee selecties hebben. Want het kost ook dubbel geld natuurlijk. Klopt, dat scheelt ook wel. Qua je kostenplaats is ook interessant. En dan speel je ook veel derbies eigen regio. Ja, zeker. Dat zijn alleen maar leuke wedstrijden. Dat worden hele interessante wedstrijden. Het is elke week een derby. Is elke week vol. Klopt. Toch? Ja, dat zeker. Gezellig toch? Nou, zeker. Goed, jij traint nu bij de zondagclub van Hamersa. Gaat mee naar de zaterdag. Je bent ook trainer op zaterdag bij HPSV. Die heb je ook in een vroeg stadium al laten weten. Jongens, mijn keus is... En die is niet zo onbegrijpelijk natuurlijk. Volgend seizoen Hamersa. Hoe zwaar is dat, club trainen en zaterdag en zondag? Dat is heel pittig. Ja. Vooral echt voor het voetbal leeft. Dan ben je dus eigenlijk elke avond en elke weekend. Heel het weekend ben je bezig met voetballen. Dus aan de ene kant... heb ik het wel naar mijn zin gehad bij HPSV. Ik ben blij. Ze hebben stappen gemaakt. Ja. We zijn nu met HPSV spelen we nu in middenmoot. Dus dat is voor HPSV is het heel goed. En ik heb het prima naar mijn zin. Maar bij Hamersa heb ik precies hetzelfde. Ja. Heb ik het ook naar mijn zin. En die spelen het is toch een leveltje hoger. Die spelen een level hoger. Ja. En als je door wil gaan in het voetbal en ook met je trainerslicentie. Ja, klopt. Ik wil toch de stap gaan maken naar nog hoger. En hopelijk kunnen we dat doen met ons club. Ja, dan heb je die referenties nodig. Heb je dat nodig. Ja, en vandaar de keuze Hamersa. Ja.
Bulent, hoe is het met de club verder? Ik bedoel, jullie hebben nu wel stappen gemaakt, want je begon gelijk met 2 elftalletjes. Je kijkt nu bij de jeugd, lage senioren, het is echt een... daar staat een vereniging nu. Ja, ik kan nog herinneren, 2007 toen ik bij HMS kwam, hadden we 2 elftallen. En 4 jaar terug, en nu praten we over 30 elftallen. Ja. Dus wel binnen 4 jaar dat je echt als bestuur, als staf, je hebt echt je best gedaan. Nou begrijp ik ook jouw vraag van, ik zou er best wat kleedkamers bij willen hebben, ja. Ja, tuurlijk, weet je. En, ja. Als ik naar buiten Den Haag ga en Westland of Leiden, weet ik veel, Rotterdam. Je ziet wel een mooie accommodatie. Ja, klopt. Bij ons, ja, tuurlijk is dat allemaal mooi bijgehouden alles. Maar je weet ook stukken nu eigenlijk. Nee, dan heb je wat weinig. Als ik kijk naar die kleedkamers die er staan, sinds mensen. Vanaf het moment dat de accommodatie geopend is, geloof ik. Ja. Dus wat maar het gaat dus verder goed. Maar je zegt 30 elftal inmiddels. Dat betekent ook bestuurlijk. Wordt er ook wat meer van de club gevraagd? Ik bedoel, je hoeft hoop ik niet allemaal meer in je eentje te doen. Nee, dat niet, gelukkig niet. Dus je ziet het wel steeds als wij groot geworden en merk wel dat mensen willen ook voor de club iets betekenen. En ook oude bestuur, als wij iets tekort komen of een vraag hebben, dan helpen ze ook heel graag. We hebben nu ook een jeugdbestuur opgericht, dus we hebben ook een jeugdbestuur. Ja, ik zag pas een nieuwe jeugdsecretaris, geloof ik. Klopt. Ja. Klopt. Ik doe niet dat alles helemaal alleen. Nee. Nou, dat kan ook haast niet. Zeker niet als je wat groter gaat worden. Klopt. Dat moet niet. Nou goed, en wat de competitie betreft. Ik zat daar even te kijken. Je hebt pas 12 wedstrijden gespeeld. Dat betekent dat je moet nog een halve competitie afwerken. Ja. Van alles mogelijk. Dus eigenlijk praten we misschien wel voor ons beurt over... dat we misschien degradatie of... Moet je nou niet aan denken, hoor. Daar moet je, niet aan denken. Ik denk dat we moeten kijken naar... als een doelstelling, dat is middenmoot. 8e, 7e plaats. Dat zou voor ons, denk ik... als je ziet hoe wij wedstrijden spelen... Dan zou dat mogelijk kunnen zijn. Ja, nou, dat zou dan wel lekker zijn. Want dan speel je volgend jaar ook op de zaterdag tweede klas niveau. Heb je dan stiekem al zo links-rechts wel eens wat van spelers gehoord die zeggen... denken wij er wel eens over om richting Hamerzaat te komen? Of speelt dat nog niet? Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Nou ja, kijk, tuurlijk moet dat nu al spelen. Het is wel makkelijker natuurlijk als je op dat niveau blijft spelen. Het is makkelijker, maar tweede klas is heel leuk. Maar ook de derde klas is ook heel leuk. Ja, zeker. Er zitten leuke ploegen bij. Alleen willen wij in de tweede klasse blijven. En tuurlijk hebben we ook met een aantal spelers gesproken. We zijn ook heel blij dat de jongens die nu bij ons spelen, dat die blijven. Dat is ook belangrijk. En dat is een goede aanvulling op wat er misschien wel kan komen. Goed, teken dat ze het naar de zin hebben bij de club is ook belangrijk. Ja, zeker weten, ja. Ja. Je hebt het zelf ook naar je zin, want je bent natuurlijk ook al een tijdje bezig. Het is mijn 14 jaar. Ja. Dus, wat jij net wist aangeven, we zijn wel mee bezig met de spelers. En we moeten wel tweede klasse blijven, vind ik. Ja. Als je in tweede klasse blijft, dan ben je aantrekkelijk. Dan kan je ook makkelijk zelf binnenhalen. Tuurlijk, ja. Maar we moeten even nog een paar jaar doorbijten. En zolang dat een jeugd doorstroomt, en dan heb je eigen jeugd. Met je eigen jeugd. Ja, het duurt nog een jaartje of 4, geloof ik. Hè? Klopt. Maar dan goed, daar moet je wel naartoe werken. Precies. Er zijn meer clubs die dat hebben, hoor. Dus een kwestie van tijd. Ja, klopt. En tot die tijd gewoon zorg je in die tweede klas blijft. Ja? Daar gaan we vanuit. Goed, oké. Nou, ik vond het heel gezellig dat jullie er waren. Want ik vind het ook wel belangrijk om over een club te praten waar niet altijd iedereen het dan over heeft. En het gaat gewoon goed met de club. Van klein naar groot geworden. Op het goede niveau. Trainer... met een prachtige ervaring als zelf als voetballer. En die wilde ook graag volgend jaar weer ook in de zaterdag tweede klas gesprek. Ik wens je er ongelooflijk veel succes mee. Ja, en Bulent ook succes met alles rondom de club. Dank voor jullie komst. Dankjewel. Thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was Haaglanden Voetbal aan tafel. En we zijn er natuurlijk weer volgende week. Graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Rijschool Academy 23, Beauty Center Semina, MNR Supermarkt, Silif K, Yilmaz Radijs en Atlas Thuiszorg.